Chris Burhenne leidt de training vandaag. Hij is hoofdjeugd en de trainer van Jong Fortuna. Maar dan ook alleen vandaag, want morgen neemt de assistent van Peter van Vossen, Jeffrey Kooistra, de zaak over. Hij kreeg een extra dag vrij om het ontslag van zijn collega en vriend van Vossen een plek te geven. Wij vonden het wel zo netjes om hem vandaag nog een keer een extra dag te geven. En hij gaat vanaf morgen gewoon de trainingen weer leiden zoals dat eerder ook het geval is geweest. Hij blijft wel verbonden aan Fortuna? Uiteraard, hij maakt het seizoen gewoon af. Ja. Door het ontslag van Peter van Vossen en de bijbehorende media-aandacht hebben de spelers en de staf een onrustig weekeinde achter de rug. En de club wil nu vooral vooruitkijken en niet te lang stilstaan bij dat verscheuren van het contract van Vossen. Bij Fortuna is nu de knop om, we moeten naar de toekomst kijken. Dus ik wil eigenlijk niet meer te veel daarop ingaan. Een nieuwe periode breekt aan, een nieuwe fase van de competitie. En Fortuna, de huidige nummer 17 op de ranglijst, heeft behoorlijk wat in te halen. Zeker als de doelstelling play-offs halen overeind blijft. Er zijn nog zoveel wedstrijden, het begint een nieuwe periode. Dus ja, we hebben alles nog in eigen hand. Het is nog vroeg in het seizoen, maar dat er iets veranderen moet, dat is duidelijk, ja. Oké, de vacature van hoofdtrainer van Fortuna Sittard is dus de wereld ingeslingerd. De club is op zoek naar de man die Fortuna naar de play-offs kan leiden. Het soort trainer, ik denk een type Huub Stevens. Ja, weer Huub Stevens? Goed idee, ja. Fortuna moet alleen op de kleintjes letten, dus dat lijkt niet haalbaar. Wat voor soort trainer kan Fortuna nog aantrekken nu? Ja, daar doe ik nu geen uitspraken over. Uiteraard is het ook zo, zo werkt de voetballerij nu eenmaal dat moment dat het nieuws naar buiten komt. Mijn mailbox volstroomt met dol enthousiaste personen. Aan onze taak om daaruit nu uit die hele massa een shortlist te maken. Wat voor soort trainer moet Fortuna komen versterken? Ook daar ga ik op dit moment niet op in. Over anderhalve week staat de thuiswedstrijd tegen Jong PSV op het programma. Voor die tijd hoopt Fortuna de nieuwe trainer te presenteren. En dan is het laatste woord aan de fans. Het wordt met de week slechter. Dus dat was volgens mij geen goede training, denk ik eens keer. Wat voor man moet Fortuna nou er bovenop helpen? Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb niet zoveel verstand van voetballen, dus...